Hier hebben wortels gestaan. Nou, deze zijn vorige week geoogst. En ja, dan moet het land bewerkt worden om de grond weer klaar te hebben voor volgend jaar. En in dit geval wordt de grond bewerkt, winter klaargemaakt, maar ook tegelijkertijd een nieuw gewas gezaaid. Voor de nieuwe teelt alweer voor 2018. Dus 2017, de oogst is nog maar nauwelijks binnen. En de teler is alweer bezig met het inzaaien van de nieuwe oogst voor volgend jaar. Je krijgt ziektes als jij continu dezelfde gewassen achter elkaar verbouwt. Dus daarom roteren wij met de gewassen, ieder jaar een ander gewas erop. Zeg maar dan zet je de wintertuinen op, dat levert helemaal niks op. Zet er dan spruitjes op of zo? Ja, nou ja, dat doen wij dus niet. Wij zetten wintertuinen omdat wintertuinen heel diep wortelt. En daardoor houden wij de bodem in goede conditie, zeg maar. En bijvoorbeeld uien en aardappelen zijn niet zo heel goed voor de bodem. En wintertarwe, die geneest de bodem weer, zeg maar. Die maakt de bodem, die zorgt dat de bodem in goede conditie verkeert. We staan hier bij de voorraadbak van de tarwezaaimachine. Nou, hier zit de voorraad zaad in, waarmee ze tijdens het zaaien het zaad uithalen en dan wordt dat gezaaid. En als we in de bak kijken, dan zien we hier het zaaizaad zitten. Het zaaizaad heeft een oranje kleurtje, dat is een ontsmettingsmiddel om bodemschimmels en ziektes tegen te gaan, zodat de opkomst beter is. Het streven is ongeveer 200 planten maximaal per vierkante meter te krijgen. Dus nou, dan moet je toch 100-150 zaadjes per vierkante meter zaaien. En dit zaad is ook bijna allemaal geproduceerd hier in de regio. Van de zomer stond dit graan hier ergens in Flevoland op de velden. Dus een regionaal product voor ja, weer een regionale teelt. Het graan gaat vanuit de voorraadbak via deze slang langs de trekker naar achteren. Hier achteraan op de spitmachine zit de verdeelunit. Die verdeelt het zaad per slangetje. En dan komt het hier achteraan, valt het op de grond en is het gezaaid. Ja, het is echt een investering. Ja, dit levert ons niks op. Dit kost geld, zeg maar, om tuinen te telen. Ja. Ja, mijn mond valt open, denk ik, ja. Hè? Ja. Je moet toch geld verdienen? Ja, nee, dat moet ook zeker. Maar wij denken dat doordat wij de bodem gezond houden, zeg maar, dat wij met de teelt van aardappelen en uien geld kunnen verdienen. En dat telen wij granen, zodat wij in de toekomst ook nog aardappelen en uien kunnen telen. En hoe minder graan je teelt, hoe meer je theoretisch op korte termijn zou kunnen verdienen. Maar wij kiezen daar niet voor, zeg maar. Wij kijken, ja, wij proberen ver in de toekomst te kijken, zeg maar. En daardoor telen wij relatief veel graan op dit bedrijf. Zodat wij over 20 jaar nog hetzelfde kunnen doen als wat we nu doen. Maar de grap van wintertarwe is, dat is een hele sterke doorwortelaar. Die gaat gewoon zo ver als die kan. In sommige situaties zien we dat die tot een meter diep, een meter, ongeveer zo diep, de grond inwortelt. En dat doet hij zomaar. Hij zoekt zijn voedingsstoffen op. Het zijn dikke, sterke wortels. Zit er een keer een storende laag dat je de boel verpest hebt, die wortel groeit er doorheen. Nou, dan granen de oogstje, dan blijft de stro achter, dat is goed voor de bodem. Een beetje mest erbij. Maar het jaar erop ga je weer een ander gewas telen. En die wortelkanalen onder in de grond, die blijven daar zitten. Dus ga je een ui zaaien met een zwakke wortel. Die gaat via dat graanwortelgangetje alsnog de diepte in. En die kan zo dus bij zijn voedingsstoffen komen. En bij vocht. En dat geeft weer een betere opbrengst. Dan wordt dit gezaaid in het najaar. Ja. De wintertarwe. Die wordt in de zomer geoogst. Na de oogst gaat het graan naar Agriferm. En dan komt het uiteindelijk bij de meelverwerkende industrie of bij de veevoerindustrie. Wanneer het bij de meelverwerkende industrie komt, dan wordt er uiteindelijk broodmeel van gemaakt. Wat je kunt kopen in een lokale winkel. Dat komt dan van deze bodem? Dat kan zelfs van dit perceel komen, ja. Inderdaad.